Stichting Hoog heeft 2 jaar geleden meegedaan aan een wedstrijd om in aanmerking te komen voor de watertoren. De stichting wil de watertoren op een ludieke manier verhuren. Voor €750 kun je een jaar lang donateur worden en dan kun je 3 dagdelen de watertoren gebruiken. En daar hebben de omwonenden bezwaar tegen gemaakt. Het belangrijkste bezwaar is eigenlijk dat we dan niet met 1 partner van doen hebben. Maar we krijgen elke week een aantal verschillende mensen op bezoek die gebruik maken van die watertoren. De omwonenden weten al jaren niet waar ze aan toe zijn en de Raad van State heeft ze gelijk gegeven. De gemeente moet duidelijker zijn in de omschrijving van het gebruik. Maar er is nog steeds niets duidelijk. Dit stukje grond dat hoort bij de watertoren en dat is dus ook gepland om daar parkeerplaatsen te gaan maken voor de watertoren. En hoeveel? Dat is ook niet duidelijk. Als er 25 mensen met de auto komen, dan hebben we hier een probleem. En waar laat je ze? Maar Ferdy is niet tegen de komst van een stichting of onderneming. Vooral voor de watertoren zelf, omdat die steeds meer achteruit gaat. En ik vind dat er snel een gesprek moet komen en dat de gemeente daar snel initiatief in moet nemen.